De stichting Kinder- en Jongerentelefoon heeft in een periode van 42 dagen 29 gevallen van geweld geregistreerd. Dit zegt directeur Jacinta Jongelok-Dundas. Het gaat hierbij om diverse vormen van geweld, zoals fysiek geweld, geestelijk geweld en huiselijk geweld. Jongelok-Dundas geeft aan dat de daders meestal personen zijn uit de directe omgeving van het kind. Wat ook blijkt is dat meestal het gaat om geweld die thuis plaatsvindt. En ja, eigenlijk kan ik heel gerust zeggen altijd, want op één case na ging het constant om geweld die thuis plaatsvindt. En dat is natuurlijk iets om over na te denken en ook om te analyseren, waar ligt dit aan? Ligt het eraan dat werkelijk zoals er voorspeld is, als mensen vanwege COVID te lang thuis blijven met elkaar in een bepaalde situatie, dan kan het zijn dat of het geweld erger wordt, of het geweld start, waar het er nog niet was. Of heeft het er gewoon mee te maken dat het altijd zo was dat geweld thuis toch het meest voorkomt. En dat is jammer, omdat thuis bij uitstek de plaats is waar je je veilig moet voelen. Volwassenen die vormen van gendergerelateerd of huiselijk geweld ervaren, kunnen zich ook richten tot de hulplijn Milijn van KJT. Jongelok-Dundas zegt dat de meeste gevallen van geweld wel plaatsvinden onder jongeren. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is nog steeds tussen 12 en zeg maar 18 jaar. Er zijn wel cases geweest van mensen die ouder waren en die slachtoffer waren van huiselijk geweld. In de meeste gevallen hebben wij dan de cases doorverwezen naar Stichting Stop Geweld, omdat zij werken op het gebied van huiselijk geweld. Je hebt cases gehad waarbij mensen de stap maakten om over het probleem te praten. En dan heb je dus gevallen van mensen die al jaren met dit probleem zitten en eronder gebukt gaan. En sommige waren wel nu op het punt dat ze eigenlijk hulp vroegen bij ons en ook bereid waren en ready waren om verder te gaan. Dus bijvoorbeeld om een klacht in te dienen bij de politie of om een beschermingsbevel aan te vragen. Maar er zijn ook mensen geweest die nog niet daar waren en dus wel blij waren dat ze een uitlaatklep hadden. En die mensen hebben we dus natuurlijk wel gezegd van, we maken ons zorgen over die situatie. Het is geen veilige situatie om in te zijn. Maar we hebben ook begrip getoond voor het feit dat zij zeggen vanwege de omstandigheden, wat het ook mogen zijn, zij nog niet ready zijn om die volgende stap te maken. Directeur Jacinta Jongelok-Dundas van de Stichting Kinder- en Jongerentelefoon KJT heeft al anderhalve maand een nieuwe brand waarbij er niet meer gesproken wordt van de 123-lijn, maar over de MI-lijn. De dienst is nu ook 1x24 uur beschikbaar.